Welkom. Vandaag gaan we de vraag beantwoorden, wat is CRISPR? En eigenlijk is de naam, wat is CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 is ontdekt bij de bacterie E. coli. E staat voor Escherichia, dus hun eigenlijke naam is Escherichia coli. En dat is een bacterie waar heel veel onderzoek aan wordt gedaan, biomedisch, maar biologisch ook, en biochemisch. Dat is een bacterie die ook in onze darmen voorkomt, zeer veelkomend, er wordt dus veel onderzoek aan gedaan. Wat is hier ontdekt? Nou, in het genoom, in het DNA van die E. coli, daar zagen ze in eerste instantie zagen ze een aantal repeats. Repeats, stukjes die steeds opnieuw voorkwamen, die identiek waren. Daar komt dus die R vandaan, van CRISPR. En ze waren geclusterd, ze zaten op een bepaalde plek. Regularly interspaced. En daartussen, daar zaten delen, DNA, waarvan men niet wist waar ze voor dienden en waar ze vandaan kwamen. Wat bleek? Ja, dit is onderdeel van het afweersysteem van de E. coli. Die bacteriën die worden ook aangevallen door virussen. Dat heette dan bacteriofagen. En die bacteriofagen die doen precies hetzelfde met bacteriecellen dan wat ze met onze cellen doen als ze ons aanvallen. En ook die bacterie die heeft een afweersysteem. Deze interspaced, die gekleurde stukjes die ik hier heb aangegeven, dat zijn stukjes DNA van het virus. En dus een virus injecteert zijn DNA in deze bacterie. En die bacterie kan het herkennen als het overeenkomt met een van die delen. En kan het die bacterie DNA onschadelijk maken. Nou, wat hebben onderzoekers van de University of Berkeley ontdekt? Die hebben ontdekt dat je dit hele systeem ook in kan zetten als een soort van knip- en plakmechanisme voor DNA-techniek. Natuurlijk konden we dat al, maar dat was toch een hoop werk. Het is een hoop werk om een nieuw gen in een cel te zetten of om een gen eruit te halen. Omdat het bepalen van waar we kunnen knippen toch een hele lastige bezigheid is. En nu met dit CRISPR-Cas9 systeem hebben we een systeem gevonden waar biologen dus heel makkelijk kunnen knippen en plakken in het DNA van allerlei cellen en dus organismen. Het enige wat we nog niet hebben behandeld, hè? Clustered Regularly Interspaced Short Palindrome Repeats. Wat is nou een palindroom? Een palindroom in biologische term is net iets anders dan dat je het in het Nederlands is. Een palindroom, als we kijken naar single strand, dus enkel strands DNA, dan is de complementaire streng andersom gelezen identiek als de originele. En ik heb een voorbeeld opgeschreven. Dit is mijn voorbeeld, ACCTAGGT. Als ik de complementaire streng hier tegenover bouw, dan bouw ik TGGATCCA. En als ik die dus andersom lees, ja, dan heb ik weer mijn oorspronkelijke DNA op basispaar volgorde. Dat heeft consequenties, daarmee kan je ook hairpins maken, zoals in interferentie-RNA het geval is. En daar heb ik een ander filmpje mee. Ja, dus kijk verder op mijn YouTube-kanaal naar een filmpje over RNAi. Daar gaan we hier niet verder op in, maar dan weet je wel wat dat palindroom is. Ik wil uitleggen wat we hiermee kunnen als bioloog. Ik zeg we, ja, maar ik kan het natuurlijk helemaal niet. Ik ben geen biochemicus. Dit is het eiwit wat gemaakt wordt op basis van CRISPR-Cas9. Je ziet hier een heel groot eiwit en je ziet hier twee lange strengen, waarvan je de ene herkent als DNA, dubbelstrengs DNA, en een enkelstrengs RNA. Dat RNA, dat is het RNA wat ik heb gemaakt. En het DNA is het DNA van het organisme, of de cel van het organisme wat ik wil veranderen. Daar zit een gen in, hè, mijn doelgen. En het idee is dat ik dat eruit wil halen en dat ik er iets nieuws voor in de plaats wil zetten. En wat ik met dat CRISPR-Cas kan doen, ik kan knippen op precies de plekken waar ik dat wil. Want ik kan inmiddels, hè, dat kunnen we heel snel en heel goedkoop al, kunnen we het DNA, de basisvolgorde van het DNA van het organisme bepalen. Ik kan daar het complementaire RNA van maken, dat kunnen we ook al. Dat voer ik aan dat CRISPR-Cas-eiwit. En dat CRISPR-Cas-eiwit dat zorgt ervoor dat precies het overeenkomstig deel van het RNA met dat gen, dat er wordt uitgeknipt. Nou, als ik CRISPR-Cas dan ook nog het nieuwe gen geef wat ik erin wil zetten, dan zorgt hij ervoor dat het oude eruit is en dat het nieuwe erin is. En dat het organisme ook blijft leven en dat het het doet.
En dat is, nog, dat is ook nogal belangrijk, dat het nieuwe DNA wat ik gemaakt heb, dat het werkt. En dat het ook dat het gelezen wordt en dat er niks mee aan de hand is. Dus wat wordt onder meer, bijvoorbeeld door Cas9, moet daarvoor worden gemaakt, is bijvoorbeeld helicase. Ja, helicase zorgt er zeg maar voor dat die ketens, die twee DNA-ketens, uit elkaar worden gehaald. En DNA-azen of nucleazen, die zorgt dat wat DNA geknipt wordt. Ja, dat is eenzelfde soort enzym als dat ook in ons spijsverteringssysteem aanwezig is, om DNA in het voedsel dat we eten te kunnen verteren. Dus wat we hiermee kunnen, is we kunnen een nieuw gen op een plek zetten, ja, waar we het willen hebben. En dat heeft als voordeel dat de plek waar natuurlijk dat nieuwe gen terecht komt, dat heeft consequentie voor de expressie. Het kan wel eens zo zijn dat als je een gen op een andere plek neerzet, dat die plek dat die niet gelezen wordt, dat die plek uitstaat in een bepaalde cel. Maar wij kunnen nu bepalen dat we het hier willen hebben en niet daar. En dat heeft consequenties voor of dat gen tot expressie komt of niet. Wat we dus kunnen doen is een kapot gen kunnen we vervangen door een gezond gen. En de mogelijkheden zijn hier echt eindeloos. En de hele wetenschappelijke wereld die hiermee bezig is, ja, die is allerlei nieuwe mogelijkheden aan het ontdekken. Zo zouden we theoretisch, dus iemand die Thijs Lyme-ziekte heeft, het CF, dat is één gen wat daar niet goed werkt, het CFTR-gen, het gen wat chloride ionen naar buiten pompt in je epiteelcellen. Dat gen, dat zouden we uit kunnen knippen, dat kunnen we vervangen door een gezonde versie en die persoon zou genezen kunnen worden. Ja, dat is nogal revolutionair. Je kan je misschien ook voorstellen dat we dat op mensen doen op een verkeerde manier. Je zou bijvoorbeeld de expressie van meer spiermassa kunnen vergroten door middel van er een nieuw gen in zetten. Of misschien wil je mensen hebben die er op een bepaalde manier uitzien. Dat is allemaal te realiseren met CRISPR-Cas9. Dus aan de ene kant, there's two sides to a coin. Er is een hele fantastische kant waar we natuurlijk allerlei organismen kunnen aanpassen in ons voordeel. Maar er is een negatieve kant dat we kunnen ook allerlei andere dingen doen op een hele makkelijke, eenvoudige manier die we misschien niet willen. Voor de rest zijn er natuurlijk andere organismen die we kunnen beïnvloeden. We kunnen de grootte van de aardbeien bijvoorbeeld kunnen we eenvoudig gaan aanpassen. We kunnen grote aardbeien gaan maken door dat doelgen, de grootte van de aardbeigen, aan te passen. Maar we kunnen ook vatbaarheid voor bepaalde ziektes. Aardappels zijn erg vatbaar voor Phytophthora, een schimmel. En je kan je voorstellen dat als we vinden, als we uitzoeken waar dat waar dat gen zit, wat die aardappel zo vatbaar maakt voor die schimmel, dan kunnen we daar misschien een ander gen in zetten. En dan hoeven we ook minder gif te gebruiken om die schimmels uit die aardappelvelden te houden. Mogelijkheden zijn eindeloos. De wetenschappelijke wereld, vooral de biologische en biochemische wereld, is hier echt heel erg hard mee bezig. Iedereen is alles laten vallen en is met CRISPR-Cas9 aan het werk. Revolutionair, en ik dacht, dit is wel de moeite waard om aan jullie te vertellen. Veel succes!